NAC TV wordt mede mogelijk gemaakt door Hotel Prinsenviel Breda. Voor NAC zit het seizoen er naar zaterdag op. De ploeg van Karelsen en Aan de Wiel kon in Kerkrade de hoop op de play-offs levend houden, maar trof in Roda JC een team met wilskracht. De Limburgers strijden om de vierde plaats en lieten dat zien door een 5-1 overwinning op NAC. Ik vind het best aardig aanval laten zien. We hebben kansen gehad. Alleen de manier waarop we goals weggeven is gewoon kinderlijk natuurlijk. Ja, wat gaat er dan mis? Zijn het de afspraken die niet nagekomen worden? Ik denk bijvoorbeeld aan de allereerste goal die jullie tegenkrijgen. Dat is altijd de belangrijkste. Ja. Ja, die jongen staat helemaal vrij. En jullie weten natuurlijk ook dat hij kan schieten. Ja, we hadden die corner ook al doorgenomen voor de wedstrijd. Want dat hadden ze 2 weken geleden ook gedaan. En er waren afspraken over en die worden niet nagekomen. En, ja, en dan vliegt hij erin. Simpel. En ik kan alle goals al nagaan. Want het is allemaal agressief dekken en kort dekken in de 16. In de 16 mochten ze alles doen. Alle voorzetten waren gevaarlijk. Ze zaten nergens kort. Vlak voor rust werd de Breda's eer gered door Jonas Kolka. Zijn schot werd van richting veranderd en de 3-1 stond op het bord. Na de pauze was het echter eenrichtingsverkeer. Ja, er waren een paar doelpunten bij die niet agressief genoeg gedekt werden. Dat is duidelijk. Maar ook een paar weggevers. De penalty en die vijfde goal van Adouir. Maar ik moet zeggen, we hebben zelf ook een kansje of 7 gehad. Hoor. Dus we hadden wel meer goals kunnen maken ook zelf. Amoa met frustratie geschoten op de paal. Goedelje nog. Leurling. Dat is veel minder. Kun je daar de vinger op de zere plek leggen? Ja, dat kan ik wel, maar dat ga ik niet hier doen. We zijn er constant mee bezig en weten ook al ongeveer waar het dan ligt. Maar dat lijkt me niet zinvol om dat nou voor de camera te gaan vertellen. Eén ding dan, zit dat in de koppies of zit dat in de benen? Het zit in de koppies of zit het in de benen? Is het meer mentaal of is het meer fysiek? Dat zit in alles bij elkaar, denk ik. Ja, het is gewoon een slechte tweede helft. Daar moet je niet omheen draaien. Maar ik moet zeggen, ik heb vandaag ook nog wel goede dingen gezien. Want ik vond Goedelje vond ik echt geweldig. Dus een groot compliment voor hem. Zondag speelt NAC de laatste thuiswedstrijd van het seizoen tegen Heracles. Dit duel zal in het teken staan van het afscheid van Rob Penders. Dat het teleurstellend is... Het is heel duidelijk. Eerst zelf van het seizoen was er niks aan de hand. Halen we veel punten. Mooie wedstrijden gespeeld. PSV Twente gewonnen. En na de winterstop zakt het helemaal in elkaar. En dat is heel frustrerend tussen je laatste half jaar is. NAC TV werd mede mogelijk gemaakt door Hotel Prinsenviel Breda.